Brinkie van Haren, je mocht vanaf de... Gefeliciteerd trouwens, je mocht vanaf het begin van jou beginnen. Dat moet leuk voor je zijn geweest, hè? Ja, zeker. Alleen jammer dat het maar 1-0 heeft geduurd. En goed resultaat, gelukkig gaan we door. Dat is positief. Ja, maar je mocht maar 1-0 spelen. Heeft hij uitgelegd waarom jij werd geslachtofferd? Nee, ik denk hij zegt dat de uitleg zo nog komt. Dus hij zei tactisch. Dus ja, dan, ik was teleurgesteld en een tikkeltje boos. Maar... Ja, dat is goed dat je teleurgesteld bent, toch? Ja, want voor mijn gevoel ging het niet zo heel slecht. Maar ja, hij zei dat het tactisch was. Dus dan... goed resultaat opgeleverd. Dus. Ja, je bent niet blij, lijkt het? Nee, tuurlijk. Als je gewisseld wordt in de rust, ben je nooit blij. Maar... Ja, met het eindresultaat? Nee, natuurlijk. We gaan door naar het EK. Dus dan, dat is mooi. En ja, daar kijk ik wel naar uit, ja. Ja, echt in de problemen zijn jullie niet geweest, hè? Dat was niet best de eerste helft, maar in de problemen zijn jullie nooit echt gekomen, volgens mij. Nee, klopt. Alleen het was een beetje slordig. En ja, je creëert wel wat kansen, maar je maakt ze niet af. En ja, daardoor geef je hun ook nog de mogelijkheid om tot scoren te komen. Maar ja, dat hebben ze niet gedaan. In de tweede helft maken we het gewoon goed af. Ja, één lange paas van jou in de 10e minuut zo'n beetje, was dat denk ik, op Wijnaldum. Dat was een hele mooie, hè? Ja, ik zag hem diep gaan, dus ik dacht, ik leg hem eroverheen. En ja, er kwam volgens mij nog een corner uit. Hij schoot hem vanuit die hoek. Dus ja, was een goede bal. Ja, nu naar het EK in Israël. Ja, dat is leuk altijd, een eindronde. Nu in het grote Oranje zitten er ook nog heel veel jongens die ook mee kunnen in Jong Oranje. Martins Indy en Klaasie en De Vrij, ook jongens waar jij mee gespeeld hebt. Dan kan je met een hele mooie groep daar naartoe, volgens mij. Ja, nee, zeker weten. Er zijn veel jongens die van onze lichting nu daar zijn. Dus als die meegaan, wordt het een mooie groep, ja. VVV Feyenoord, om even over iets anders te hebben, dat staat zondag op het programma. Een speciaal duel voor jou, hè? Ja, zeker. Vanaf morgen moet ik me weer bij de club melden, dus dan gaat het vizier op Feyenoord inderdaad. En ja, het is een heel mooi duel tegen mijn oude club. Al die jongens ken ik natuurlijk, dus ja, wordt mooi. Heb je het bijvoorbeeld al met Kelvin Lindam erover gehad hier? Ja, we hebben het wel een beetje. We hadden wel het vizier echt op deze wedstrijd gericht, maar ja, wel een beetje over gehad natuurlijk. Hoe bevallen de eerste weken in Venlo? Ja, de resultaten zijn wat minder, maar ja, persoonlijk ging het wel aardig. Alleen ja, we wachten nog op de overwinning, en, maar ja, verder bevalt het wel goed. Ja, want ik kan me wel voorstellen dat het heel anders is, Rotterdam of Venlo. Dat lijkt me weer het van verschil. Ja, het is daar heel rustig en de mensen zijn, hier zijn ze allemaal gewoon wat harder. En hier heb ik toch mijn vrienden en familie omheen. Dus dat is wel even wennen, maar het gaat wel prima. Dan ga je nog vaak heen en weer dan, of niet? Of blijf je het vooral in Limburg? Nee, ja, zodra ik vrij ben, dan rijd ik terug naar Rotterdam. Echt waar? Ja, zeker weten. Het is niet zo heel ver. Het is 1,5 uur rijden, dus het is makkelijk te doen. Geloof jij zondag in een goed resultaat tegen Feyenoord eigenlijk? Ja, tuurlijk. Als je ziet dat we tegen PSV ook gewoon goed starten en ja, dan eigenlijk de goal uitblijft. En daardoor die wedstrijd verliest eigenlijk. En tegen Twente verlies je pas in de laatste minuut nog daaruit. Dus ja, ik zie zeker als wij ons ding doen dat we een goed resultaat kunnen halen. Ja, Feyenoord heeft het altijd lastig in Venlo, hè? Ja, dat is zo. Ja, dat heb ik zelf meegemaakt. Dus dat is zeker waar, ja.